We hebben Sineke al gehad met het Songfestival-lied, maar we hebben nog veel meer Songfestival gehuild voor jullie. Heeft iedereen nog een beetje naar zijn zin? Ja! Ik zeg, heeft iedereen er nog een beetje naar zijn zin? Ja! Ah, dat is mooi. Hier zijn de Eurostars. Dames en heren, het komende half uur wordt u getrakteerd op de beste songs uit de traditie van het Eurovisie Songfestival. Een feest der herkenning, waarin de grootste Nederlandse songfestivalsterren hun krachten hebben gebundeld. Weet u het nog? 1996, het duo Franklin en Maxine. In 1986 zong Mandy Huids in Frizzle Sizzle. Het was 1999 in Jeruzalem, Marleen. Geniet ook een beetje van het weer trouwens. Hij is ergens op het terrein. Piet Paulus, mag je hem straks even een schouderklopje geven voor het goede weer? Heb hem? Even wachten. Iemand zegt net, zing jij een liedje? Nee. 10.000 man helemaal in de stress. Oh god, hij gaat zingen. Gaan we niet doen. Ik kan een dansje doen. En toch nog gedanst. Het was aan de Costa del Sol, daar sloeg mijn hartje op hol. Shh, is dat niks voor mij? Nog niet? Nou, roep eens een verzoekje. Welke? Boeren? Nou, laat horen, boeren! Boeren! Groningen, doe nou even, we zijn toch boeren! Ah, netjes. Ja, dat. Niet vergeten, vanmiddag na 5 een mooi wark op het grote podium. Als dit doek straks omhoog gaat, dan zie je alles. Het drumstel, het hele spul staat al klaar. Hebben we de juiste band al? Nee. Hè? Wie heeft er zin in Frans Bauer straks? Ik ben heel benieuwd hoe het met Frans is. Hij is net terug van vakantie. Hij heeft lekker in de zon gelegen, kleurtje gekregen. Nou, roep nog eens een verzoekje, dan zing ik al wat. Welke? Ja. Mijn naam is... Kom van het... Al vinden ze mij een... Jongens, we gaan even wat omgooien. Gaan wat banden plakken en zo. Mag je een applaus voor René Becker? Oh, die gaan we nog even inpluggen. Ja, lala. Ben je klaar voor René? Ik kom met een Hij raakt hier.